De Frederik Steylen School heeft altijd gestaan voor normen en waarden, evenals het vormen van volwaardige burgers. De school bestaat vandaag 75 jaar. In kader daarvan sprak onze redactie enkele voormalige leerlingen over dit heugelijk feit. Samen zijn ze het erover eens dat de school een waardevolle jeugdervaring heeft geboden, waarvan deze een positieve invloed heeft gehad op hun toekomst. Wat betekent 75 jaar Steylen School voor u? Nou, het is voor mij een vormingsproces geweest. Het is mijn eerste school geweest en daar heb ik geleerd wat leerkracht zijn betekent. Normen en waarden die staan de hoog in het vaandel van de Steylen School. En de lessen die je kreeg, nou, je hoefde eigenlijk niet eens meer te leren thuis. Want wat daar werd gedaan, nou, pet je af. Het was een soort familie, zou je zeggen, de Brandons, de Chinatak. Het was namelijk zo, als één kind van jou op de Steylen School zat, was de hele familie. Alle kinderen kwamen op de Steylen School. Het was een ontzettend leuke tijd. Heel veel discipline, normen en waarden. Het was gewoon een leuke tijd. Ondanks dat mijn moeder kort daarna ook vroeg was overleden. Maar dan, het was gewoon fantastisch. De Duitser Friedrich Steylen werkte gedurende 25 jaar als zendeling in Suriname voor de hernutters. En werd in 1899 tot bisschop van de EBGS benoemd. De school die naar hem werd vernoemd, opende haar deuren vandaag in 1948. De voormalige leerlingen merken een duidelijk verschil in het onderwijssysteem dat dringend verbetering behoeft. Ze geloven echter dat met doordacht beleid deze situatie kan veranderen. Je bent niet alleen daar om kennis over te dragen aan je leerlingen, maar je bent een soort van moederfiguur. Je moet de kinderen kunnen begeleiden, ook in hun emoties. Omdat ik dat ook heb ervaren hier op die school. Ik moet een beetje mijn hoofd schudden, want de leerkrachten van toen kan je niet vergelijken met de leerkrachten van nu. Er moet iets gebeuren met de leerkrachten. Misschien moet men een gesprek hebben met ze, zodat ze een beetje kunnen overnemen wat wij van de leerkrachten hebben geleerd. Dat de leerkrachten van nu ook iets meer begrip moeten hebben, want vaak worden kinderen bestempeld als jullie zijn brutaal. Terwijl kinderen een eigen mening kunnen hebben zonder dat ze brutaal zijn. Als je dat accepteert en respecteert, dan heb je hele andere leerlingen, waardoor we, misschien net wat Dulcine net zei, een heel andere Suriname zouden hebben. Maar kinderen worden tegenwoordig heel snel afgestraald. En dat vind ik wel heel erg jammer. De hoop is om te streven naar een groter en waardevoller Suriname voor de jonge generatie. De normen en waarden moeten worden verbeterd en hersteld, zodat zij een betere toekomst kunnen opbouwen. Als we terug konden gaan naar de tijd, van die tijd, waar waarden, normen, doorzettingsvermogen, dan hadden we misschien nu misschien een andere Suriname. Ze besluiten met de oproep om de krachten binnen het onderwijssysteem te bundelen en te werken aan positieve veranderingen. Ook is het belangrijk om in onderwijs, economische groei en duurzaamheid te investeren.